Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag een kleine kettlebell workout. Heb je nou geen kettlebell thuis? Gebruik dan een van onze sporttassen. En dan moet het helemaal goed gaan komen. We gaan zo meteen werken in 3 rondes. 10 oefeningen. Eerste ronde 1 minuut per oefening. Vervolgens 45 seconden. En als laatste 30. Maar nu jullie er klaar voor zijn, gaan we beginnen. Over 10 seconden, ik doe met jullie mee. En gaan we zo beginnen. Als eerst beginnen we met de deadlift. Heupen naar achteren, borst vooruit. Naar beneden, terug omhoog. Kom maar, 1 minuut. Gewoon rustig aan. Begin op je eigen tempo. Ga naar beneden tot je de stretch in je hamstrings voelt. Vervolgens kom je terug omhoog. Harde borst vooruit. Rug recht. Hij moet helemaal goed gaan komen. Rustig aan. Nog 20 seconden. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Even rust. Zometeen gaan we door. Kettlebell hoog. Zak iets door de heupen. En explosief omhoog. Noemen we een push press. Zullen jullie er klaar voor zijn? 3, 2, 1. Gaan we weer. Begin rechts. We gaan straks de andere arm doen. Explosief omhoog en boven het hoofd. Gewoon rustig aan. Mocht het nou met één arm te zwaar zijn, pak de kettlebell voor je been en omhoog. Hou vol. Hoor dat nou te makkelijk vinden. Gewoon lekker met één arm. Zijn er bijna. Nog 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Kettlebell laag. Moet uit elkaar zetten. Rustig maar, we gaan zo verder met de andere kant. Maar eerst even de benen. En maken een lunge. Tenenwijd naar voren. Naar beneden. Gaan we weer. Kom maar. 1 minuut. Mocht het nou met een kettlebell te zwaar zijn, zet de kettlebell dan even neer. En gewoon met lichaamsgewicht. Maar pak hem gewoon lekker beet. Jullie kunnen dit. Dat weet ik zeker. Tenen dus naar voren laten wijzen. Benen een hoek van 90 graden. En lichaam rechtop. Nog 30 seconden. Hou vol. Nog 15 seconden. Kom op. Goed bezig allemaal. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké, gaan we naar de andere kant. Ook hier weer de push press. Heupen iets naar beneden. En explosief omhoog. Yes. Ook nu als het weer te zwaar wordt, pak hem met beide handen beet. Kom maar. Omhoog. En explosief de heupen naar voren. En wel contact met de grond. Geen sprongetjes, maar lekker. Op de grond blijft staan. Hou vol. Mocht het nou te zwaar zijn, pak hem hier voor je beet. En omhoog.
Hou vol. Jullie kunnen dit. Dit was de eerste ronde. We kunnen toch nog niet moe zijn. Hou vol. Nog 3, 2, 1. Oké, andere been voor. Dan gaan we weer de lunges doen. Ja? Ben je er klaar voor? De tenen weer naar voren laten wijzen. Lichaam rechtop. Gaan we in 3, 2, 1. Let's go. Naar beneden. En terug omhoog. Ook weer, mocht het nou te zwaar zijn, en de kettlebell lekker staan. En op lichaamsgewicht. Zijn ze al zwaar genoeg, hè? Nou, jullie dagen zo natuurlijk gewoon uit thuis. Dus pak lekker de kettlebell erbij. En hou vol, nog 30 seconden. Hou vol. 20 seconden. Nog 10 seconden. En hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. De volgende die we gaan doen, je pakt de kettlebell voor je beet. Trek hem omhoog. Voor je. Gaan we weer. Kom maar, 1 minuut. Let's go. Omhoog. Naar de kin toe. En de boog gaan naar buiten toe. En hou vol. Kom op. Nog 40 seconden. Hou vol. Goed bezig. Belangrijk, vergeet niet te lachen. Het is leuk. Hou vol. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, weer 15 seconden rust. Pak de kettlebell ondersteboven beet. Aan de armen, achter de hoofd. We strekken uit voor de triceps. Zijn jullie er klaar voor? Gaan we 3, 2, 1, let's go! Omhoog. Ga stevig staan. En rustig aan. We hebben de tijd. Neem je tijd van de buikspieren aan dat je rechtop blijft staan. Kom op. We zijn er bijna nog 30 seconden. En hou vol. Goed bezig allemaal. We zijn er goed bezig thuis. Kom op. Voel je de verzuring al? Lekker hè. Nog 10 seconden. Kom op. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Zo, wow, lekker. Oké, volgende wat we gaan doen. Ik hou de kettlebell met twee handen vast. En de biceps, kom maar haar. Gaan we in 3, 2, 1. En dit is pas de eerste ronde. Hierna nog twee oefeningen. En is de eerste ronde klaar. Krijgen we daarna een heel stuk makkelijker. Hou vol. Nog 30 seconden. Jullie kunnen dit. Hou vol.
zijn er bijna. 20 seconden nog. Kom op. Kijk het zo. Zo meteen doen we nog even de beentjes. Beenoefeningetjes. En dat komt helemaal goed. Nog 3, 2, 1. Laat die kettlebell lekker hangen. Wat we gaan doen is een squat. Voet iets voorbij schouderbreedte. Squat naar beneden. Terug omhoog. Lichaam blijft rechtop. Gaan we weer. Let's go. 1 minuut squatten. Vind je het nou te makkelijk? Maak er een sprongetje bij. Vind je het nou te zwaar? Zet de kettlebell neer. En gewoon weer op lichaamsgewicht. Yes. Pak de kettlebell weer op. En hou vol. Nog 30 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En de laatste oefening. De row. We gaan naar achter. Kettlebell aan voor ons. Even naar de borst toe. Maar ook ondersteboven. Pak hem lekker beet. En naar je toe. Naar de borst toe. Kom maar. Ellebogen zijn langs het lichaam. Hou vol. We zijn er bijna. Nog 30 seconden. Hou vol. Nog 15 seconden. Kom op. Nog 3, 2, 1. Yes. En dan heb ik een minuutje rust. 45 seconden. Vervolgens gaan we alle oefeningen weer 45 seconden doen. 15 seconden rust. Hebben we nog 30 seconden rust over. Gaan we hierna weer alle oefeningen die we net hebben gedaan herhalen. Alleen doen we ze 45 seconden. 15 seconden rust. Daarna doen we heel het rondje nog een keer. Alleen nog 30 seconden. Oké, ga weer klaarstaan. Gaan we weer een 10 seconden. Pak de kettlebell weer erbij. We beginnen weer met de deadlift. 3, 2, 1, gaan we weer. Even naar achter. Terug omhoog. Dus de heupen gaan naar achteren, de borst vooruit. Hou je rug recht. En kom terug omhoog. Hou vol. Lekker bezig allemaal. Nog 10 seconden. Kom op. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Gaat de kettlebell weer omhoog. Krijgen we weer de push press. Dus iets door de benen. Klein stukje maar. En even explosief. Naar voor. Kom maar, 45 seconden. Omhoog.
30 seconden. Hou vol. Zijn er bijna. Is het nou te zwaar? Hou die kettlebell weer voor je. Kan je daar omhoog. Blijf dezelfde beweging. Neem met twee armen. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes. De kettlebell weer lekker hangen. Tenen wijzen naar voren, we krijgen weer de lunge. Lichaam rechtop en naar beneden. Gaan we weer, let's go. 45 seconden. Hou vol. Zijn jullie goed bezig thuis? Hou vol. Hou vol. Zijn er bijna. Mocht het nou te zwaar zijn, zet die kettlebell weer lekker neer. Gaan we daar naar beneden. Hou vol. Yes, 50 seconden rust. Pak de kettlebell weer met de andere kant. Krijgen we de push press. Heupen. En uitduwen. Zijn we klaar voor? Gaan we weer. Kom maar, 45 seconden. Stoot hem explosief uit. Kom op. 20 seconden nog. Blijf doorgaan. Hou vol. We zijn er bijna. 3, 2, 1. Yes, laat die kettlebell weer lekker hangen. Goed uit elkaar. Gaan we weer. De lunge. In 3, 2, 1. Let's go. Kom op. En naar beneden. Blijf volhouden. 30 seconden. Bijna 15 seconden nog. Na het zwaar zet de kettlebell weer neer. Naar beneden. Het belangrijkste is dat je door blijft gaan. 3, 2, 1. Oké. Rijden voor de schouders. Kettlebell omhoog naar de kin toe. Yes. Zijn we er klaar voor thuis? Gaan we in 3, 2, 1, kom maar. Hou vol. We zijn alweer halverwege de tweede ronde. Wat zijn we goed bezig? Hou vol. Nog 20 seconden. Kom op. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Pak die kettlebell ondersteboven vast. Dan gaat het weer achter het hoofd. En we gaan weer voor de triceps. Yes? Zijn we er klaar voor? In 3, 2, 1. Gaan we. Kom maar. Zodat het stevig staat. Spanning ook op de buikspieren.
Wat zijn jullie goed bezig thuis. Jullie kunnen dit. Hou vol. Nog 20 seconden. Kom op. Goed bezig. Nog 10 seconden. Yes. Nog 3, 2, 1. Ah, voel het lekker branden. Draai weer om die kettlebell voor de biceps. Span ook weer de buikspieren aan, span je bilspieren aan. Draai die twee omhoog swingen. Let's go! Blijf stevig staan. En laat je arm het werk doen. Nog 30 seconden. Hou vol. Goed bezig. Kom op. Nog 15 seconden. 10 seconden. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. En yes, laat de kettlebell weer lekker hangen. Geef de armen even rust. We moeten wel uit elkaar. En we gaan weer squatten. Bovenlichaam blijft rechtop. Gaan we weer. Borst vooruit. Hou vol. Bezig thuis. Yes. Laatste oefening, de row. Pak je kettlebell weer ondersteboven beet. Heupen gaan naar achteren toe. Trek hem naar de borst toe. Gaan we weer. 3, 2, 1. Kom maar. 45 seconden. Naar de borst toe. En terug. Hou vol. Goed bezig. Nog 20 seconden. En dan weer even rust. Nog 10 seconden. Hou vol. Nog 3, 2, 1. Yes. En even rust. Mooi op adem. We zijn bijna klaar. Hierna nog één rondje, 30 seconden werken, 15 seconden rust. Hey, hoe lekker is dat? En dan zijn jullie alweer vanaf. Jullie hebben nou natuurlijk al twee rondjes meegedaan. Dus dat laatste rondje, dat moet ook wel kunnen. Geniet er nog even van, zet alles even lekker los. Dat je klaar staat. Dan gaan we beginnen in 10 seconden. Pak je kettlebell weer erbij. Dan gaan we weer met beginnen met de deadlift. Kom maar, 3, 2, 1, let's go! Nog 15 seconden. 10 seconden. En hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké, gaat de kettlebell weer omhoog.
krijgen we weer die push press. Yes. We gaan weer in 5 seconden. 3, 2, 1. Kom aan, push press. Omhoog. Nog 15 seconden. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Goed vanuit elkaar. Laat de kettlebell lekker hangen. Lunches. Ja. Dan weer 5 seconden. 3, 2, 1. Let's go. Hou vol. Nog maar 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Kettlebell aan de andere hand. Gaan we omhoog. Krijgen we weer die push press. In 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we weer. Kom maar. Omhoog. Dan gaan we ook meteen opvangen. Dan kan je meteen door. Als je dat nou niet prettig vindt, rustig aan. Als nou het zwaar is, bij de armen. Yes, jullie kunnen dit. Nog 5, 4, 3, 2, 1. De kettlebell weer hangen. Naar beneden voor die lunches. Daar zijn we klaar voor. Dan gaan we in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. En onthoud, als je het nou met tegenzin doet, tegenzin is ook zin. Hou vol. Naar beneden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Krijg je weer een high rope. Omhoog. Naar de kin toe. Zijn we er klaar voor? In 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we weer. Kom maar. Nou, vol. Goed bezig allemaal. We zijn er bijna. Nog 3, 2, 1. Yes. Pak de kettlebell weer ondersteboven been. Achter het hoofd. En omhoog voor de triceps. We gaan weer 5 seconden. 3, 2, 1. Let's go. Kom maar. Hou vol. Dan zijn we goed bezig. Nog 15 seconden. Voel je verzuring. Bicep curl. In 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we weer. Kom maar. Hou vol. Goed bezig. Nog 15 seconden.
lekker bezig allemaal. Nog 3, 2, 1. Yes, zet de kettlebell weer hangen. Laatste keer squatten. We zijn er bijna doorheen. Bijna klaar. 3, 2, 1. Voeten. Gaan we weer. Squatten. Kom maar. En hou vol. Probeer zoveel mogelijk te doen deze laatste half minuut. Hou vol. 10 seconden. Drie, twee, één. Laatste oefening erop. Dan zijn we klaar. Pak je kettlebell weer beet. Even weer naar achter. Trek hem naar je toe. Kom maar. 3, 2, 1. Let's go. Hey ho. Let's go. Hou vol. Zijn jullie goed bezig? Hou vol, we zijn er bijna. Nog 3, 2, 1. Ik heb het er warm van. Ik hoop jullie ook. Jullie hebben het goed gedaan. Ik zie jullie graag bij een volgende video. Succes thuis.